Kan ik u een gegeven? Ja, natuurlijk. Ja? Ik geef het zo. Dat hoort bij de tentoonstelling. Dus beknopte catalogus. We zijn in het provinciehuis in Lelystad. Ik ben gevraagd om te exposeren hier. En dat is een onderdeel van een conferentie. En de conferentie is van een of andere organisatie die gaat over inclusie. Die streven naar maatschappij inclusief iedereen. Ik ken de maatschappij of de organisatie niet zo goed, maar het lijkt mij wel een goed doel, dus daar wil ik op zich wel aan meewerken. Ik ben even aan het kijken van, ik mag een presentatie geven over mijn werk. Dat zou in de Statenzaal zijn. Ik denk, nou, Statenzaal, dat is toch al wat. Maar ik ben even aan het verkennen, want het is over een paar weken pas. Maar ik even weet van, hoe ziet het eruit? Hoeveel ruimte heb ik? Tot aan die paal is over 485. Ja hoor. Ja, moet ik zelf wat hier neer kan hangen. Ik vind dit wat intiemer. Als je ook minder mensen hebt, dan kunnen we dichter bij elkaar gaan zitten. En heb je niet zo'n... in die statenzaal zit je per definitie al ver uit elkaar. Ja. Minder ver af van de... En deze zaal vind ik mooier dan die andere. In die zin zijn allebei mooie zalen. Maar het is hier wat intiemer. Mensen zitten hier wat dichter bij elkaar. En als je minder deelnemers hebt, kun je hier wat dichter bij elkaar zitten. Dan heb je niet zo'n hele grote afstand. Daar hangt ook een scherm, dus ik kan gewoon mijn foto's laten zien. En een video. En de mensen hebben meer hebben bioscoopopstelling. Dus de opstelling is al meer gewoon gericht op de spreker en wat je laat zien. En die andere is gewoon een ander doel. Dat is natuurlijk gewoon de statenzaal. En, ik hoef niet te gaan regeren, dus... En dit wordt je expositieruimte? Ja, dit is een deel van deze muur en er zijn nog meer muren. En daar komen dan alle foto's hangen. En ook wat van die lichtbakken die ik heb. En dat zijn de foto's die ik... Er zijn verschillende series, maar de foto's die ik in het ziekenhuis al gemaakt heb en in het Roesing, het revalidatiecentrum. En daar heb ik meerdere revalidanten geportretteerd op een manier van die te maken had met hun leven voor of naast het wat zij hebben meegemaakt. Het zijn wel allemaal gehandicapten die je gefotografeerd hebt. Die serie wel, ja. Dat is gewoon zo omdat ik in die wereld zat. Maar het gekke was, even los daarvan maak ik daarvoor maakte ik ook ander werk, wat gewoon niet met gehandicapten te maken had. Nu ook. Maar ik zat wel toevallig voor die tijd voor mijn ongeluk heel erg in de gehandicaptenwereld. En de gezondheidszorg. Ik had opdrachtgevers in die sfeer. Bij 11 jaar programmamaker geweest bij Radio Oost om programma te maken. Hoe kan het over en met lichamelijk gehandicapten? Ik heb voor een aantal organisaties veel voorlichtingsmateriaal gemaakt. Brochures en folders die gaan ook over lichamelijk gehandicapten. En het meest wrange was, in een van de eerste dagen toen ik in de Roesing zelf in een rolstoel rondreed, zag ik dan een folderrek en er stond een brochure in waar ik de fotografie van gedaan heb. Die kwam ik daar tegen. Dus was het van voor je ongeluk? Ja, van voor mijn ongeluk. Dus dat was wel... op dat moment was het heel wrang. Nu kan ik er ook wel wat om lachen, maar... Ja, het blijft natuurlijk wel raar, maar het wrange was dat ik voor die tijd veel materiaal maakte daarover, veel gehandicapten kende. En door mijn ongeluk zit ik zelf naar zo'n stoel, dus je bent dan de grens overgegaan.